mijn vader had een Volkswagen, een Kever, en daar mocht ik niet in rijden. En dan kwam er weer een nieuwe Kever, daar wou ik ook niet in rijden. Ik denk bij mij, nou, later. En dat is nu gebeurd natuurlijk. Eerst een Kever, en nog eens een Kever, en nog eens een bus, en dan een karman. En nou deze karman. Het is een auto die eigenlijk speciaal gemaakt is voor de Braziliaanse markt. Dus in Europa zijn er maar een stuk of 5, hooguit. En hoeveel er nou nog in Brazilië rondrijden, ik zou het niet weten. Toen heb ik eens een keer aan een vriend gevraagd van, joh, jij komt wel eens in Brazilië, zie je die wel eens? En toen stuurde hij me gelijk na een uur al een foto ervan. Dat is een paar jaar geleden. Een rode was dat, mooi. En 2 jaar later kom ik Thees tegen, dat hij hier in Nederland zou komen. Ik denk, nou, ik was natuurlijk helemaal blij. Kopen. Ongezien gekocht. Eigenlijk ongezien optie opgenomen. En dan maar afwachten of het goed was of niet goed was. En het was heel goed. De motoren moesten natuurlijk wel een beetje, dat die rijdend was en zo. En de remmen moesten natuurlijk, nieuwe banden moesten erop. En dat is allemaal gebeurd en dat kwam nog redelijk makkelijk door de keuring heen. Ik heb later natuurlijk de motor helemaal laten kijken, dan nieuwe dingen erop en elektrische ontsteking op laten zetten. Want de motor was toch niet echt denderend toen. Maar die is nu ook uitstekend. Start te lopen. Als ik 1000 mensen heb, zijn er 999 die zeggen, ik weet helemaal niet dat die bestond. Nooit van gehoord, nooit gezien. Hoe kom je eraan? Hoe weet je dat nou? Echt onvoorstelbaar. Ja, dat is heel erg leuk. Ja, ja. Je hebt hier eens wat nieuws. Nou, de bagage kan je altijd meenemen, want je hebt zelfs 2 bagageruimtes. Ik zal deze even laten zien aan jullie. Dit is een kleine bagageruimte, waar je toch eigenlijk wel toch nog wel redelijk wat in kwijt kan. En het tanken moet je ook binnen doen, en dat zit hier. Ik begrijp het eigenlijk ook niet eigenlijk waarvoor, maar wat er nog steeds binnen getankt werd in 1974. Ik zal even de kap openmaken. Dit is eigenlijk ook de tweede bagageruimte. En dan moet de bekleding weg. Want het is allemaal nogal gecompliceerd. Dan gaat de plaat eraf. En dan is dit de motor. En dit is eigenlijk de motor. En dit is een pannenkoekmotor. Een platte motor. Die is ongeveer 20 centimeter dik. Het is een luchtgekoelde motor. Nou, het rijdt goed, maar het is toch wel echt een beetje Braziliaans, een beetje Spartaans, ja, de veringen, alles. Kijk, we hebben hier natuurlijk prachtige wegen, hier rijdt het wel. Maar als je dan op een klinker wegkomt, zo is het toch wel weer een beetje hobbelen en zo. Hè. Geen stuurbekrachting, ja, het is allemaal, ja. Het hoort bij die tijd. Het kan, denk ik, 130, maar ja, dat doe ik niet. 100, 90, 100 rijden, wil ik wel rijden. Maar ik geloof niet dat ik al op boven de 100 geweest ben. Ik durf het eigenlijk niet aan. De afwerking denk je, nou joh, had dat nou niet netter gekund? Of even gelijk de deuren of zo, weet je wel, op de sierstip even gelijk. Ja, dat is echt Braziliaans. Daar wordt er toch een beetje minder secuur naar gekeken. Eerst is de Carmagia. Dat heeft natuurlijk al een naam. En de tweede, ja, het is zo'n zeldzaam model. En dat vind ik eigenlijk nog het mooiste. Dat ik dat dan toch nog nooit gepresteerd heb om dan als eerste Nederlander in zo'n auto te rijden. Ja.